Welkom bij Gedeelde TV. In deze aflevering ga ik je laten zien hoe je de overkapping Odense XXL type 5 kunt opbouwen. De Odense serie is een overkapping met een plat dak en verkrijgbaar in verschillende afmetingen. Het hout waar de overkapping van gemaakt is red class wood. Red class wood is eigenlijk vurig grenenhout dat kunstmatig is teruggedroogd en vervolgens ecologisch geïmpregneerd is in de kleur van Laris Douglas. Hierdoor heb je wel de looks van een Douglas overkapping, maar een stuk voordeliger. De staanders en de ringbalk van deze overkapping bestaan uit 14 bij 14 trioverlijnde balken. Hierdoor krijgen we een mooi stevig geheel. Daarbovenop komen nog eens een keer de gordingen van 6,5 bij 17,5 centimeter. Het mooie aan deze overkapping is dat alles al op maat gezaagd is. Het is een compleet bouwpakket en het scheelt mij weer een hele hoop tijd. Dus laten we gauw aan de slag gaan. Om te zorgen dat de overkapping vrij komt te staan van de grond, zetten we hem even op poeren. Ik heb hier poertjes van 10 centimeter hoog gebruikt, omdat we hier op een betonplaat zitten. In de tuin kun je best een poeren gebruiken van 50 centimeter hoog, die je mooi kan ingraven. Wil je weten hoe dit moet? Kijk dan eventjes de aflevering Betonpoeren plaatsen op Gedeelde TV. Bij de betonpoeren is een stelplaatje geleverd. Die schroeven we straks aan de onderkant op de paal. En daarmee kunnen we hiermee met het draadeentje de paal mooi op hoogte zetten. Om nou te weten waar die betonpoeren precies moeten komen, zitten bij de opbouwbeschrijving een mooi palenplan meegeleverd. In dat palenplan staat precies beschreven wat de hart-op-hart afstand van de betonpoer is, dus ook van de palen. Als ik deze opmeet, weet ik precies de juiste afstand. Ja, deze staat precies goed. Nu kan ik de rest even inmeten. Ik heb nu de tussenafstand van de betonpoeren gemeten. Die staan allemaal exact goed. Maar om nou te weten of de overkapping ook echt haaks komt te staan, moet ik even de diagonaal inmeten. Om nou te weten of die haaks is, moet deze diagonaal exact gelijk zijn aan die diagonaal. Dat ga ik nu even opmeten. Is die dat niet, zou ik alles in zijn geheel iets op moeten schuiven. Zorg er wel voor dat de tussenafstand precies gelijk blijft. Dan kunnen we nu de stelplaatjes onderop de palen gaan monteren. Zoals je ziet zit er al een mooi gat voorgeboord in de paal waar straks de draadeind in verdwijnt. En om te zorgen dat die plaatjes precies in het midden komen, zet ik hem hier even met de blokhaak. Twee diagonale lijnen op de paal. En als dan precies de lijnen door de gaatjes lopen, weet ik dat ik goed zit. Ik boor ze even voor met een boortje van 6 mm. De houtdraadboutjes die ik gebruik om ze vast te zetten zijn 8 mm. Dan heb ik nog lekker vlees om vast te zetten. Ik draai eerst de paal even een stukje op de draadend en het laatste stukje draai ik later met de stelmoer precies op hoogte als de ringbalk erop ligt. Kan ik daar mooi de waterpas op leggen en dan kan ik precies de hoogte instellen. Het voordeel van deze plaatjes is dat je achteraf altijd nog de paal iets op kan draaien of iets kan laten zakken. Zoals je ziet heb ik hier de palen even geschoord, kan ik ze mooi waterpas stellen. Dit doe ik even met 4 palen eerst, dan kan ik mooi de ringbalk erop leggen. En daarna doe ik de volgende 4 palen. Deze overkapping heeft namelijk 8 palen. En als ik eentje in basis heb, kan ik daarop mooi verder bouwen. Ik heb nu de eerste 4 van de 8 staande staan. Nu gaan we eerst bij de eerste 4 staanders de ringbalk plaatsen. Daardoor krijgen we wat meer stabiliteit. Daarna plaatsen we de schoren. En dan kan ik deze schoren die ik eventjes provisorisch gemaakt heb van de oude pallet waar het op geleverd is, gebruiken voor de achterste 4 staanders. En zo kunnen we het geheel naar achter toe uitbreiden.
We hebben nu een deel van de ringbalk erop liggen. De tussenringbalken zet ik eventjes vast met deze 6x200 schroeven. Die boor ik eerst even een stukje voor. En dan kan ik ze vervolgens even vastzetten. Zo. Het mooie van deze capeverbinding is dat je ook precies kan zien of je op de juiste maat zit. Als de buitenkant mooi glad is, en hier past hij ook prima, dan hebben we hem op de juiste maat liggen. Ook hier zet ik hem weer even vast met deze lange schroeven. En van de voorkant zet ik hem straks even vast met de telekopschroeven. We hebben de tussenringbalk net mooi van boven afgeschroefd en de lange zijderingbalk ga ik vastzetten met deze 8x140 telekopsbouten. En die boor ik even netjes in het midden van de paal, die heb ik net even afgemeten. We hebben de ringbalk van de eerste vier palen nu vastgezet en nu gaan we hem even waterpas stellen. En straks er even inmeten of die nog haaks is. Ik heb hier de waterpas op liggen. Ik zie dat hij aan die kant nog een klein stukje omhoog moet. Dus ik maak er even de schoren zo los die ik tijdelijk gemaakt heb. En dan kan ik hem heel langzaam even iets opdraaien. En dan gaan we nu de schoren plaatsen. Deze komen precies zo in het midden van de paal. En hierdoor krijgt de overkapping mooie stevigheid. Waardoor we daarna de gordingen erop kunnen leggen. En dan kunnen we nu beginnen aan het plaatsen van de gordingen. Deze komen ongeveer om de 60 centimeter en zetten we vast met deze schroeven van 20 centimeter. Ze komen ook nog aan beide kanten 25 centimeter uit te steken. Daardoor krijgen we rondom een overstek van 25 centimeter. Door het werken van het hout zijn sommige gordingen een beetje getordeerd. Ik zie hier deze ook, die staat ietsje schuin. Ik zet er even een lange schroef in vanaf de zijkant, dan trek ik hem mooi recht. Zoals je ziet zijn we nu bij het laatste vak aangekomen. Dan kunnen we ook hier de ringbalk gaan plaatsen. Ik plaats vak voor vak alle ringbalken. Daarmee kunnen we de stabiliteit van de eerdere vakken gebruiken voor de laatste vakken. Hier hoef ik alleen maar de laatste paal nog geschoord te hebben. Dan kan ik de rest van de schoren er alvast afhalen. Dat werkt een stuk makkelijker. Dan zijn we nu toegekomen aan het plaatsen van de boeidelen. Deze komt aan de onderkant mooi gelijk met de bovenkant van de schuine kant van de klosjes. Daardoor hebben we een mooie ruimte om straks ook nog wat folie in te leggen. Voordat je de boeidelen gaat monteren is het even belangrijk dat je kijkt welke boeideel doorloopt. Want er loopt er altijd eentje door in de hoek. In dit geval is dat de zijkant. Dus ik heb hier even een latje opgezet. Dan weet ik precies tot waar ik mijn boeideel hier kan plaatsen. En dan kan ik het boeideel van de zijkant er mooi haaks op plaatsen hier. We hebben nu het eerste stuk van de boeidelen erop zitten. Er komt straks nog een mooie afwerklijst omheen. En nu heb ik hier nog een hele grote zak met schroeven. En heel veel plankjes. En daarmee kan ik het dak dicht gaan maken. Ik schroef elke dakenschotplank met 2 schroeven per dakgording. Hiermee voorkom ik dat het hout krom gaat trekken. Ook is het belangrijk dat je eventjes 2 tot 3 mm ruimte houdt. Het hout niet te strak in elkaar duwt. Als je het te strak in elkaar duwt, heeft het hout geen kans meer om te werken. Dan krijg je dakenschot bol staan. Wat ook even handig is, een handige tip is om de laatste nog niet vast te schroeven voordat je de volgende erin schuift. Hier heb je nog iets speling. Je kunt nog iets opwippen waardoor het makkelijker ingaat. De lengtematen van de dakbeschotplanken zijn al mooi op maat. Alleen op het laatste zul je toch altijd eventjes, dan kom je nooit helemaal precies uit. Dus het laatste stukje heb ik eventjes met de zaagtafel op maat gezaagd. En die kan ik er dan zo mooi tussen passen. En tenslotte plaatsen we nog even het smalle boeideel aan de bovenkant. Deze zorgt voor een mooie uitstraling en extra stevigheid. Het is eigenlijk dezelfde plank als deze, alleen dan een keer doorgezaagd. En de zaagzijde houden we aan de bovenkant. Deze wordt straks weer afgedekt met een daktrim. Het schroeven doe ik even vanaf de binnenkant. Dan heb ik ook geen schroeven in het zicht hier. Zie hier hoe de overkapping geworden is.
Het enige wat nu nog rest is het aanbrengen van de dakbedekking. Hiervoor kun je even onze video bekijken op ons YouTube kanaal over het aanbrengen van EPDM dakbedekking op een plat dak. Zoals ik aan het begin van deze video al zei, is deze overkapping in verschillende afmetingen te krijgen en verschillende uitvoeringen. Zo kun je in principe elke wand van deze overkapping dichtzetten met bijvoorbeeld een blokkutprofiel, een Deens rabat, een Zweeds rabat of een ander soort rabat. En daardoor kun je bijvoorbeeld deze wand dichtmaken en deze of deze of deze. En zo kun je een mooie sfeervolle overkapping creëren of een mooi schuurtje voor extra opbergruimte. Wil jij nou meer weten over deze overkapping Odense? Kijk dan even op gadero.nl en bekijk alle mogelijkheden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.